Stel je nu voor dat Dr. Dre in zijn jaren als producer, dat hij door die bakken gaat en plotseling komt hij daar bij de W. En hij zegt, wat is dat hier nu? De W van Wim de Kranen. Wim de Kranen. Wim de Kranen. Hey, met het prachtige nummer Rosanne. Oh. Ben je dat, Merel? Zeg maar. Klassieke film. Ja. En hij gaat wat verder in dat liedje en hij hoort daar een melodietje dat hem opvalt. En hij zegt, ah, tof, dus ik ben nu even Dr. Dre. Ja, ja. Ah, tof. André, ja. André, we gaan dat ietsje rapper zetten. En dan gaan we beginnen aan de interpolatie. Dus dan spelen we dat eigenlijk na met andere instrumenten, waardoor dat veel helderder is. Mm-hmm. En op die manier had het misschien ooit gekund dat Dr. Dre Wim de Kranen op een dansvloer had laten kunnen ontploffen. En dat Wim de Kranen ook de tijdloze 100 was binnengekomen. Maar het is niet mogen zijn, maar misschien als Dr. Dre het volgende wat ik ga spelen hoort, dan komen we toch iets dichter bij een tijdloze Wim de Kranen en Dr. Dre samenwerking. Ik hoop er alvast op. Time to perfect the beat, and I still got love for the street. Yes. Wat een tijdloze